Vroeger namelijk heel erg gepest en ik ben in elkaar geslagen. Dat er iemand gewoon 3 maanden lang geen bezoek krijgt, gewoon niet naar buiten kan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en vandaag wil ik het met jullie ergens over hebben. Ik ben vroeger namelijk heel erg gepest en ik ben in elkaar geslagen en ik heb best wel een lastige jeugd gehad en ik voelde mij toen best wel eenzaam. Ik heb me uiteindelijk heel erg afgesloten van alles en iedereen om me heen en toen heel licht eetproblemen ontwikkeld en ben toen best wel afgevallen. Totdat mijn moeder zei van, ga jij maar eens even mee naar de dokter. En eigenlijk vanaf daar is het weer goed gekomen. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ik heb me alleen wel heel erg eenzaam gevoeld. Ja, dat is eigenlijk waar ik het met jullie over wil hebben. Want eenzaamheid is een heel groot probleem. En het wordt steeds groter. Toevallig was het gisteren ook bij Pauw. En had een van onze ministers daarover. En ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat er iets aan wordt gedaan. Maar toch is het nog te weinig. En terwijl ik hier zo zit op het voorbalkon met een bakje koffie. Heel erg gelukkig te wezen, weet ik dat hier niet ver vandaan heel veel wat oudere mensen zitten. Die ontzettend eenzaam zijn. En ik ben daar een tijdje terug naar binnen gelopen. En heb gezegd van joh, ik... Ik woon hier vlakbij en ik heb best wel wat tijd af en toe om eens wat te doen voor iemand. Kunnen jullie mij gebruiken? Nou, ze waren ontzettend blij. En ik ben inmiddels gekoppeld aan een hele lieve oude dame van 84. En die vertelde mij dat ze al 3 maanden geen bezoek heeft gehad. En dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk? In deze tijd dat er iemand gewoon 3 maanden lang geen bezoek krijgt, gewoon niet naar buiten kan en gewoon een simpel boodschapje eigenlijk al te veel is. Ja, dat is gewoon erg verdrietig. Dat is gewoon, dat kun je je niet voorstellen. We worden allemaal oud, hoop ik. En ik hoop dan ook dat er iemand is voor ons om eens wat leuks te doen of een simpel boodschapje, toch? Maar de eenzaamheid gaat veel verder en je hoeft echt niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen. En ik wil gewoon iets doen. Om die groepen eenzame mensen bij elkaar te brengen. En daarvoor heb ik een actie opgezet. Ik ga fietsen tegen eenzaamheid. En het plan is om volgend jaar, wellicht is het te ambitieus, maar ik wil van Den Haag naar Palermo gaan fietsen. Ik ga dit vloggen. Ik ga dit misschien wel livestreamen. Het is een beetje afhankelijk van de hulp die ik ga krijgen. En hoe ver deze boodschap zich gaat verspreiden. Dus ik heb jullie hulp nodig. Ik ga even kijken. Ik heb een link in de beschrijving staan. Daar staat mijn plan beschreven en uitgeschreven. En daar kun je ook eventueel direct doneren. Maar ik vind het nu belangrijker dat deze boodschap, deze vlog, deze video zoveel mogelijk wordt gedeeld en wordt verspreid. En op deze manier bij bedrijven terechtkomt, bij ministers, bij andere belangrijke mensen met veel bereik. Zodat ik mijn actie kan gaan goed kan voorbereiden en gaan uitvoeren. Ik ga fietsen, tot nu toe alleen. Ik ga gewoon heel diep.
ga door Duitsland, Zwitserland en dan Italië helemaal naar beneden naar Sicilië. Dus steun deze actie, deel deze actie. Ga kijken op mijn pagina Fietsen tegen eenzaamheid. En nou ja, heb je nog reactie voor me of ideeën of wat dan ook, leave a comment down below. En ja, hopelijk kan ik jullie snel vertellen dat ik kan gaan fietsen en dat alles geregeld kan gaan worden. Daar ben ik heel erg mee bezig nu. En ik wil gewoon zoveel mogelijk geld inzamelen om uitjes te regelen, rolstoelen, alle basisdingen die ze nu gewoon missen en de eenzaamheid verdrijven uit onze maatschappij. Dus dat wilde ik even kwijt. En alvast bedankt voor alle deelacties en berichtjes en likes.